Sander, gefeliciteerd. Laten we meteen naar jouw moment van de wedstrijd gaan. Wat een start van je invalbeurt, zeg. Ja, ik denk dat de start iets minder was met de eerste balcontact. Maar ik denk het tweede balcontact dat ik van eerste keer de goal maak. En ja, dan is dat gewoon geweldig voor dit moment. De eerste profgoal te maken in de volle Adelaarshorst. En de 2-0. Dus ik denk dat we dan iets meer rust in de ploeg kregen. Dus ja, het is gewoon een heel mooi moment. En je schiet hem ook heerlijk binnen. Ja, ik raak die bal perfect eigenlijk. Ik denk dat die bal perfect kwam op mijn rechtervoet. Dus ik kon die in één tijd vol op de wreef nemen en ik raak die ook gewoon perfect. Dus, ja. Raak je hem dan ook zonder twijfel? Ja, ik keek naar de goal en ik dacht, ik zag de korte hoek vrij. Dus ik denk, daar schiet ik gewoon zonder denken volle bak naartoe. En ja, die bal ging erin, dus dat is altijd mooi. Hoe groot was de opluchting bij jullie dat jullie de 2-0 eigenlijk de beslissing in de wedstrijd maakten? Ja, ik denk dat 2-0 altijd een grote opluchting is, omdat je met 1-0 ben je nooit echt veilig. Kan er altijd iets gebeuren, een corner, vrije trap dat slecht valt of zo. Maar met 2-0 voetbal je ook iets vrijer en kan je iets meer risico innemen voor op die counters te gaan of zo. En dat is wel echt belangrijk voor die goal. Je benoemde het net al, je eerste profgoal. Hoe belangrijk is die voor jou en wat doet dat met je? Ja, ik vind een goal maken op zich niet zo belangrijk. Ik vind het winnen belangrijker. Of gelijk nu vond ik invallen belangrijker om iets wat minuten maken. Maar natuurlijk, met mijn ouders dan hier ook waren en zo, ik voel, een topmoment. Als je die goal dan maakt, dan is dat ook een opluchting voor jezelf. En ja, gewoon geweldig. Heb je net je trotse familie al gezien? Ja, ik heb net na de wedstrijd stonden ze hier langs de kant en even mee gepraat. En dat was mooi. En die goal heeft er mede voor gezorgd dat Go Ahead Eagles volgend jaar weer Eredivisie speelt. Hoe lekker is dat? Ja, heel lekker. Ja, dat is gewoon top voor die handhaving. En volgend jaar weer volle bak hier in de Eredivisie. Nog een jaar zo gaan en dat is gewoon heel mooi. Het hele jaar was dat de doelstelling. Dan is het ook wel opluchting, neem ik aan, dat nu de doelstelling eindelijk behaald is. Ja, daar wordt er veel over gesproken ook. Het werd even spannend. Natuurlijk, ik voelde de stress niet in de ploeg. Ik denk iedereen had er wel genoeg vertrouwen in de kwaliteit van de ploeg. En als dat nu al gebeurt dan, dat we die punten halen, ik denk dat is gewoon geweldig. Met de thuiswedstrijden dan nog komen, ik denk dat we zeker nog punten kunnen halen. En misschien zelf naar boven kunnen kijken. En daar is ons geloof bij de ploeg en volle bak gaan daarvoor. Hoe knap is het dat jullie als team deze week 2 keer in Adelaarshorst weten te winnen tegen 2 concurrenten? Ja, ik vind het heel knap van het team, zeker. Ik vind het ook knap dat de Adelaarshorst met de supporters hier, ik denk dat we daar heel veel steun van krijgen. En dat voor de ploeg ook helpt. Je ziet dat ook, als we uitspelen dan hebben we het altijd iets moeilijker dan als we hier spelen. Hier spelen we met veel meer vertrouwen, ik denk ook door de steun van de supporters. En dat voel je ook echt als je op veld staat, dat gewoon een geweldig gevoel is. En daardoor kunnen we ook die wedstrijd over de streep trekken. Zoals woensdag, die 3-2 in de laatste minuut. Iedereen blijft pushen en dan is dat 6 punten op deze week. En met die steun van de supporters kunnen jullie vooruitkijken en is de play-off zelfs nog mogelijk? Ja, inderdaad, zeker mogelijk. We hebben hier nog 2 mooie thuiswedstrijden. En de rest van de wedstrijden, wie weet nooit, die ook volle bak voor gaan. Ik denk dat dat onze doelstelling nu is en daar gaan we 100% voor gaan. Iedereen gelooft erin nog. Geniet van je weekend nog, dankjewel. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel jongen, geniet ervan.